Kunstrijdster Nicky Worries uit Almere wil het afgelopen jaar zo snel mogelijk vergeten. Door de pandemie kon ze in 2021 lange tijd niet trainen met haar begeleidingsteam in Canada. En wist ze zich niet te kwalificeren voor haar grote doel, de Olympische Spelen. Worries twijfelde nadrukkelijk of ze nog wel door wilde gaan met topsport. Maar nam onlangs de beslissing om toch verder te gaan. Maar het heilige moeten is eraf. Meer voor mezelf dit keer. Niet meer voor, we moeten die punten halen. Of ik moet naar die wedstrijd toe. Of ik moet. Maar een keer voor, gewoon om een keer echt te kunnen laten zien wie ik ben op het ijs. Weer te gaan genieten. Want dat heb ik best wel verloren op een gegeven moment. Omdat ik natuurlijk altijd iets moest. En als je altijd maar iets moet, dan ligt je focus op de verkeerde plekken. Of in ieder geval voor mij. En ik wil mijn carrière niet eindigen op met een negatieve gedachte naar de sport toe, want daar is het te mooi voor. Worries wil het vooral zichzelf de komende jaren makkelijker gaan maken. Laat ik het zo zeggen, ik ga mezelf minder punishen als ik iets niet haal. En dat deed je in het verleden wel? Op wat voor manier dan? Ja, mentaal heel erg. Het is om de sport te beoefenen, zeker op hoog niveau. Zie je heel veel dat sporters op een gegeven moment mentaal er gewoon aan onderdoor gaan. En ook ik heb dat gehad. Ik heb mentaal heel erg gestruggeld met mezelf en van alles en nog wat. Tot aan depressie aan toe en weet ik het allemaal. Een hele zooitje. En dat is het gewoon niet waard. Dat is gewoon niet oké. Daar heb je nu ook geen last meer van? Nee, omdat nu ga ik het voor mezelf doen. En zolang ik nog een lach op mijn gezicht krijg terwijl ik met mijn coaches aan het werk ben, dan is het waard. Ja, dat klinkt misschien minder als een topsportmentaliteit of whatever. Dat maakt me niet meer uit. Het is gewoon nu echt voor mij. Dus het obsessieve is een beetje verdwenen. Ja, en ik denk dat de sport weer mooier ook kan maken. Ondanks haar andere kijk en aanpak wil Worries vanuit Canada de komende jaren competitief blijven op mondiaal niveau. We zijn op dit moment heel erg wat dingen aan het veranderen, techniek aan het veranderen. Gewoon omdat het niet meer moet, maar gewoon omdat het kan. En dat wil ik graag laten zien op de wedstrijden. En als daarmee bijvoorbeeld punten voor, laten we zeggen, WK komen of whatever. Dan, ik wil natuurlijk nog steeds naar het EK, ik wil nog steeds naar het WK. En who knows, in 4 jaar is er weer een Olympische Spelen. Ja, je weet het niet. Je weet het met mij nooit. Worries wist zich dus niet te kwalificeren voor de winterspelen van Peking, die begin februari beginnen. Dat lukte de pas 16-jarige Lindsay van Zundert wel. Waardoor Nederland sinds 1976 eindelijk weer een kunstrijdster mag afvaardigen naar de Spelen. Doet dat toch ook misschien wel een beetje pijn bij jou, als je heel eerlijk bent? Dat zij wel gaat en dat jij gewoon bloed, zweet en tranen, jaren in, jaren uit, dat je naar Canada bent verhuisd en dat zij daar aankomt en in één keer afgevaardigd wordt? Nou, ik moet zeggen dat het me niet meer pijn doet dan als ik niet... Kijk, het punt wat mij pijn doet is dat ik niet ga. Of nou iemand anders gaat of niet, dat is het niet. Ik denk dat het juist de sport in het algemeen, in Nederland, het feit dat er iemand gaat, dat is gewoon super. Dat is al zo lang niet meer gebeurd. En dat wilde ik zijn natuurlijk. Maar dat is zij nu. En ik ben gewoon trots op het feit dat er iemand gaat. Ja. Bij het kunstschaatsen. En dat gaat ook mij op een gegeven moment weer helpen. Want het kunstschaatsen wordt weer groter. Dus het is, we helpen elkaar. En dit keer ben ik het niet. En is zij het. En misschien ben ik het de volgende keer. Ja, want jij hebt niet het gevoel dat je de mindere bent? Nee. Dat niet. Nee. Misschien wel de betere. Dat zeg ik ook niet. Nee. Want hoe kijk je naar haar? Ik vind haar een heel groot talent. Ze is nog jong. Toen ik jong was, toen ging het ook allemaal wat makkelijker. Vooral mentaal. Ik hoop echt met heel mijn hart dat ze alles vast kan houden. Dat ze op deze manier door kan gaan. En ik vind het leuk om concurrenten te hebben. Dus ik heb respect voor haar. Dat is het enige wat ik kan hebben. En dan kan je er ook van genieten dat zij straks op de Spelen actief is? Nou, als topsporter kan ik zeggen dat ik er meer van zou genieten als ik daar zou staan. Maar ik wens heel veel succes. Ja, want hoe ga je die Spelen bekijken en beleven? Nou, ik ga wel kijken, ik ga er wel supporten. Ik heb niks tegen haar, dat is het punt. Ik zou willen dat ik iets tegen haar had, dan kon ik zo gaan zitten van... Maar dat is niet zo. Ik heb niks tegen haar, ik weet dat ze er hard voor traint. En ze is gewoon de betere dit jaar en dat is gewoon topsport. Met een nadruk op dit jaar. Ja. Dus dat... We'll see. We'll see, inderdaad. Heel goed.